Het is pijnlijk als de ambacht verloren gaat. Er zit heel veel historie aan traditionele bogen, aan boogschieten. Alle culturen over de hele wereld hebben iets gedaan met boogschieten. En, het zou zonde zijn als dat verloren gaat. Ja, tijd zal het vertellen. Als het zover komt dat ik bogen moet maken, dan denk ik dat ik bijna een schrijversblok krijg dat het dan niet meer gaat. Soms moeten mensen ook best lang wachten op een product, omdat je dat niet zo uit de machine kan trekken. Het is arbeidsintensief om de jaring helemaal te volgen, om de hoogteverschillen te volgen. Zoals je hier ziet wat knoesten. En daar mag ik niet doorheen, ik mag dat niet plat maken. Ik moet dat meegaan met dat hout. Je kunt niet bij dit soort staven, dit soort bogen, kun je niet zeggen en nu word jij product X. Het moet erin zitten en dat moet ook een beetje eruit willen komen. Ik denk wel dat dit gedaan wordt zoals ze dat vroeger ook deden. Want er zijn geen machines voor die dit kunnen. En zien en snijden en schrapen en zagen en kijken naar, hier zitten bubbeltjes, aanzetten van takjes geweest, ongetwijfeld ooit. En dat kun je niet in de machine stoppen. Nog niet, gelukkig. Anders hadden de Chinezen wel verzonnen hoe ze dit heel snel en heel veel konden doen voor heel weinig geld. Uit het schip de Mary Rosa zijn al die maten van bewaard gebleven, er zijn heel veel bogen gevonden. In Engeland is dat eigenlijk de enige historische vondst. En dat verloop, die torpedovorm, die profilering, die is van al die bogen opgeschreven. Bij mij zitten al die getallen in mijn hoofd, dus ik kan dit redelijk uit mijn hoofd maken. Ook dat kan niet met moderne machines. Ook dat moet met de hand. In dit geval ga ik dat doen met een hele grove rasp om die vorm erin te maken. De torpedovorm ziet erin, van dik naar dun. De torpedovorm zo zit erin, van de rug naar de buik toe. Met andere woorden, hij is hier heel dik en bijna plat en hij is hier heel mooi rond. En dan gaan we de eerste buigingen proberen. Nu wordt het wat spannender, want nu moet die stok daadwerkelijk wat gaan doen. En dan wil ik graag zien, als ik langs de stok kijk, of allebei de benen ongeveer dezelfde buiging vertonen. Als je een echt traditionele boog maakt, dan moet je werken met dat wat het hout je wil geven. En eigenlijk is dat in het dagelijks leven voor mij ook wel zo. Je moet het doen met de situatie die je krijgt. En daar moet je wat moois van weten te maken. Soms lukt dat wel en soms heb je een maandagmorgen. En dat geldt met bogen ook. Hout laat zich niet de wil opleggen, dus dat moet je wel voorzichtig met dat hout samen doen. Het makkelijkste is eigenlijk om die stok te punten, die boog, zodat daar een hoornokje op kan. Bij koeienhoorns vallen de binnenste schalen van zo'n hoorn eruit. Dus een van de mogelijke verhalen is dat die punt gelijkt op die schaal aan de binnenkant, die schillen van zo'n hoorn. Die gaan we erop maken. Hoe men dat vroeger deed, weet ik niet. Ik doe dat nu even met wat superlijm. Een klein beetje vals spelen mag. Hij past netjes. De ultieme boog is net zoiets als de Holy Grail. Een stuk hout, je weet niet wat erin zit. Je maakt daaruit een mooie boog, een zo mooi mogelijke boog. Een zo goed mogelijke boog. Maar ja, is dat voor de staat waar je dan in bent, is dat voor een klant? Heeft dat stuk hout die wens daar wel in zitten of komt er eigenlijk iets anders uit?
Met de meeste bogen ben ik erg tevreden. En de meeste bogen zeggen, en volgende keer wil ik het nog beter, want nu weet ik het nog beter. En wordt hij dan volgende keer beter? Ja, dan is het hele verhaal weer. Dat ligt aan dat stuk hout, aan mijn dag, aan de wens van de klant. Of ik dat nou zelf ben of niet. Ik heb nog wel bogen waar ik al 12 jaar mee schiet. Die een naam krijgen. Waar ik ja, een relatie met die boog heb. Omdat ik daar veel heb meegemaakt. Zoals iemand anders dat misschien heeft met een vulpen. Of met een biljartkeu. Maar bestaat die ideale boog? Nee, nog niet. Misschien ooit, maar nog niet. Nokken gevormd, braampjes eraf gehaald. En dan gaan we er een pees op doen en dan gaan we kijken of de stok een boog is geworden. Dit zijn spannende momenten. Dan gaan we die stok heel langzaam steeds een stukje verder doen. En zo gaan we dan die kruispunten van die vakjes bereiken. En kijken of het links en rechts ongeveer hetzelfde is. Die staaf die was natuurlijk toen we begonnen niet recht. Die had allerlei knoesten. Dus je moet er een beetje doorheen kijken. Het is geen modern materiaal. Dus wat in de staaf zelf zit, dan moet je een beetje doorheen kijken. Er is waarschijnlijk niemand die dit kan overnemen. Misschien een van mijn kinderen. Een van mijn zonen zou het zeker kunnen. Of hij het wil doen, die moet eerst zijn eigen leven maken. Zijn eigen leven doen en dan pas kijken of hij paps gaat helpen. In principe is er geen opvolging. Dat is lastig met zo'n ouderwetse ambacht. Ik denk dat het tijd wordt om er een pijltje uit te schieten.